Leijten. Tegen Koemans op, een eerste hoekschop voor Roda. Variant. Kruiver. Bal geblokt, appel voor Hens, maar de bal komt van een voet af. En daar een geweldige reactie van Romain Matthijs. Nou, was Roda heel dicht bij de openingstreffer via Thomas Oudekotte. Fantastische reactie van Matthijs. Seedorf van de andere kant. Weer een variant. Scherp ingebracht, Matthijs maar half en nu helemaal. Hij is daar bijna de rebound dus voor Thiago Soukour. Aktas met grote passen. Dat moet maar eens in, de centrale verdediger. Zoeken naar Braken. Die verlengt, legt hem op een hand. Krijgt hem terug van Smeets. Braken en ook de grote kans voor MVV. Ze hebben beide ploegen al snel een serieuze kans gehad om de score te openen. Opening van Kleine richting Boeifrahi. Tegenover Kruiver die dus belast is met geel. Boeifrahi er langs. Boeifrahi, dat zei net. Verre Slegers. Een serieuze kans voor Koemans. Een treigel kan ingrijpen. Daar kwam Braken nog in vliegen. Hij krijgt daarvoor een vermaning van Dieperink. Grote kans voor MVV uit de hoekschop. Boeifrahi. Kleine, weer ruimte om te schieten. Kleine, serieuze poging. Treigel in twee instanties. Zwierten. Zwierten is er langs. Een dubbele tackle. Koemans krijgt een voet tegen. Seedorf in het zijnet. Dat is een basisdebuut. Een flinke glans kunnen geven. Kleine. Hier is over nagedacht. Aktas legt de bal breed. Maar niemand van de MVV daar. Segers. Slegers. Smeets. Goede combinatie van MVV dit. Teruggetrokken bal. En die valt voor de voeten van El Basri. Maar die schiet hem recht op Treigel. Dat had de 1-0 voor MVV moeten zijn. En Treigel hoefde daar alleen maar in de reflex een handel omhoog te gooien. Orhan Zepar, nota bene overgekomen vorige zomer van MVV, transfervrij. Het invallen tegen zijn oude ploeg. Dat is de vervanger van Joshua Zwierten. Smeets. 16 in. Legt de bal breed. En de redding weer van Treigel. Omdat hij de bal weer recht op zich afgeschoten ziet worden door Ayman Kassimi. Je kan ook zeggen dat hij altijd op de goede plaats staat. Justin Treigel. Reusler twijfelt. En dan nu de bal voor Silva Timas. Goede kap. En weer in de handen van Treigel. Het afwerken van MVV in deze wedstrijd is ver beneden peil. 100% mogelijkheid voor Ilano Silva Timas. Ver bij de tweede paal. Vrij inkoppen. Bal in het zijnet. De poging van Niels Reuzelen. Matthijs heeft er vrij zicht op. Voor zijn scherp baten krijgt zijn voeten tegen en legt hem op de lat. Daar is hij voor het eerst, de huurling van Go Ahead Eagles. En gelijk levensgevaarlijk. De actie van Kruiver, die Boeifrahi een keer te slim af is. Voorlangs gegeven bij Smeets. En dan het inglijden knap van baten en pech dat de lat een goal voorkomt voor Roda. Een keer Schenk die wegkomt. Baten. Opgevangen, vrije trap voor Roda.
verdiend door Thibaut Baten. Vrije kopkans, Zeepar. En zo lijkt er een winnaar te gaan komen. Hij doet het tegen zijn oude ploeg, uitgerekend Orhan Zeepar. Uitstekende vrije trap, vrij ingekopt door Zeepar. Matisse geklopt en weer zit het venijn bij een wedstrijd tussen Roda en MVV in de staart. Wint Roda JC weer in de absolute slotfase van MVV. Vorig jaar gebeurde dat in blessuretijd door Lennart Arnils. En nu in de 90ste minuut, de laatste minuut van de officiële speeltijd, is oud-MVV'er Orhan Zeepar de matchwinner. En boekt Roda de tweede overwinning van het seizoen. Er staat nog meer spektakel uit speelronde 7.